Jello Beats, holla at me. Yeah, yeah, it's true, I am a beat killer. You looking at the hottest of the hot niggas. Yo, what up YouTube, Rex hier. En leuk dat je weer zit te kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. En yes jongens, we hebben de 700 abonnees bereikt. En daarvoor natuurlijk hartelijk dank aan alle mensen die me aan hele poos steunen. En van harte welkom aan alle nieuwe mensen die pas zijn geabonneerd op mijn kanaal. Mijn naam is Rex en ik probeer voor jullie elke dag een awesome video neer te zetten. En vind je dit nou awesome en je bent nog niet geabonneerd? Abonneer dan eventjes natuurlijk hier beneden op mijn kanaal. En nog aan iedereen hartelijk dank voor die 700 abonnees. Maar waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben in deze video is over een paar kleine dingen wat me een beetje dwars zit en over een paar nieuwe dingen natuurlijk voor jullie. Dus laten we maar lekker gaan beginnen. En het eerste punt is dat ik aan jullie wil vragen wat jullie nou eigenlijk op mijn kanaal willen zien. Want ik heb afgelopen week de Retro Week gedaan en die Retro Week geef ik een matige 6. Dit komt omdat er was niet echt heel veel bekijks op die video's. Aan het begin was het super hype. Wow, Rex, super tof dat je dit doet. Super leuk. En we kijken ernaar uit naar de volgende aflevering. En dan komt die volgende aflevering online. En dan is er bijna geen feedback meer naartoe. Alleen maar likes. Maar ik wil ook jullie mening horen. Wat vind je van die video? Vind je het leuk om te zien, kan er iets anders, want daar wil ik ook naartoe gaan, want natuurlijk 700 abonnees voelt als prestige in Call of Duty. Elke keer als je de 100 bij krijgt, de 100 bij haalt, voelt het weer als een nieuw begin. En over dat nieuwe begin wil ik het nou natuurlijk met jullie gaan hebben, want ik wil dingen anders gaan doen op mijn kanaal. En heb jij daarvoor tips? Laat het dan eventjes gewoon hier beneden natuurlijk achter in de comments, want daar ga ik zeker wat mee doen. Wat ik wil gaan doen met jullie is natuurlijk weer een klein beetje teruggaan naar de old roots, net wat ik al de vorige keer zei, gewoon heel veel Call of Duty doen. En daarvoor heb ik natuurlijk series nodig. Ik heb zelf wat dingen bedacht, maar ik wil ook input van jullie krijgen, want daarmee krijg ik interactie met jullie en die interactie hebben we nodig op dit kanaal. Want het is de laatste tijd een klein beetje dood aan het gaan en dat vind ik best wel jammer, want hiervoor had ik echt, ja, het gaat me niet om de likes, maar had ik echt misschien 20 likes, 25 à 30 likes en misschien 28 comments van iedereen. En iedereen liet zijn mening achter. Oh, dit is tof, dit vind ik minder leuk en dat wil ik graag weer terug. Met name om de 700 abonnees die we nu hebben gehaald. Ik wil die interactie weer met jullie terug. Dus daarvoor ga ik ook mijn best doen. Even terug op die Call of Duty series. Ik heb wat dingen in gedachten. Ik heb nu natuurlijk de series lopen. Dat zijn meer de campaign-achtige dingen van Black Ops 3. En die wil ik gaan afmaken. Maar na dat wil ik multiplayer series van Black Ops 3 met jullie gaan doen. En daarvoor heb ik ideeën nodig. Dus heb jij een leuke challenge, een leuke serie, een leuke wapen misschien waarmee ik moet gaan spelen, of een game mode die ik moet gaan doen in Black Ops 3. Laat hem eventjes natuurlijk gewoon hier beneden achter in de comments. Dan ga ik daar gewoon naar kijken. En dan ga ik daar wat mee doen. Want dat vind ik belangrijk. Ik wil teruggaan naar die Call of Duty roots. Ik wil teruggaan naar de zombies. Ik wil daar weer reacties op. Likes krijgen. Interactie met jullie. Sowieso komt er binnenkort ook een Call of Duty Championship. Wat ik met jullie ga doen. Een toernooitje. En die is op de Xbox One. Ik ben bezig om wat te gaan regelen voor de PlayStation 4. Daarvoor kan ik nog niks beloven. Dus daarover doe ik ook geen uitspraken. Maar die is op de Xbox One. Dus wil je daarvoor meedoen? Dat kan natuurlijk. Laat dan even gewoon je gamertag hier beneden achter. En dan ga ik jou gewoon toevoegen. En dan zet ik je in die groep voor het toernooi en dan krijg jij binnenkort een rooster toegestuurd of een matchmaking system met wie jij in het team zit en dan kan je tegen mij spelen. Dat is super awesome en super leuk en ik hoop ook dat jullie dat leuk vinden. Voor de rest wil ik ook tegen jullie zeggen, ik ga elke dag vanaf nu een supply drop opening doen in Advanced Warfare of in Black Ops 3. Dus dat komt nu ook elke dag online, dus elke dag krijg je gewoon een opening van een pack. Dat is super awesome en super leuk, dus dat zit er ook alvast in. Voor de rest wil ik teruggaan naar Gun Game Koning, die komt ook terug. En heb jij nou gewoon een super leuke multiplayer iets wat ik aan ga doen in Call of Duty, laat het dan alsjeblieft gewoon hier beneden weten. Voor de rest wil ik jullie nog vragen aan alle designers. Als je een upcoming designer bent en je maakt awesome banners, maak van mij een banner. Dan promote ik jou, want daar wil ik ook een wedstrijd voor neerzetten. En de twee beste, die ga ik gebruiken op mijn kanaal. Dus maak je intro's, banners, profielfoto's. Doe het dan, stuur hem op naar dit adres hier, wat je nu in beeld ziet. En dan ga ik een contest met jullie houden. De beste ga ik gebruiken. De eerste twee die winnen, die ga ik ook promoten. Daar ga ik echt een hele video aan toewijden. Dus maak je fucking awesome designs. Meld je dan eventjes natuurlijk hier. En dan ga ik gewoon daarmee aan de slag. Voor de rest wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken natuurlijk naar deze video. En dan hoop ik jullie te zien bij de volgende video. Rex is signing out. Ik zeg ciao!